We gaan vandaag een foto printen. Stella heeft deze foto gezien die ik daarnet gemaakt heb en ze wil die graag geprint. En hoe groot wil je die stellen? Zo. Zo. Hoe groot? Ja, zo. Het grootste dat wij kunnen printen is A4. Dus een A4 blad, een gewoon blad papier. Hè? Een standaard blad papier. Dus we gaan hem zo groot mogelijk printen. Ik had bij de vorige video's had ik nog een vraag gekregen. We gaan dat eerst snel doen. Hoe dat je een foto, een slechte of een goede foto kunt herkennen. Nu, de vorige video's gingen over de belichting, dus we gaan het puur hebben nu over een goede of een slecht belichte foto. En kan dat eigenlijk hier laten zien. Natuurlijk, als je met je camera bezig bent en je kijkt naar de lichtmeter. Dat is hier die lichtmeter. Okay, hier kun je die lichtmeter dus zien. En als je een foto maakt, dan komt er ook een streepje. Dus hier in het midden staat 0. En dan gaan we naar plus 1, plus 2, plus 3. En min 1, min 2, min 3. Dat zijn stops. Dus als dat op 0 staat, is die correct belicht. Als die plus 1 staat, is die overbelicht. 1 stop tot plus 3 stops. En als die min staat, is die onderbelicht. En hier bij die foto kun je dat eigenlijk ook zien. Want die controls hier, daarmee bepaal je de belichting. En we kunnen, kijk, dat zijn stappen van een derde of 1 stop. Als je het uiterste neemt, dan kun je eigenlijk je foto een volledig. Dus nu staat hem goed belicht, hè. Maar als ik nu 1 stop onderbelicht, dan ziet hij er zo uit. En je ziet ook hier die grafiek veranderen, hè. Het is omgekeerd, dus dit is allemaal wit, dat is allemaal zwart en aan het onderbelichten. Dus alle zwarte pixels, alle pixels worden donker, schuiven op naar daar. Als ik nu naar 2 stops onderbelicht ga, dan ziet dat er zo uit, dus nog donkerder. En dan zie je dat er nog veel meer pixels opgeschoven zijn naar het zwart en dat er bijna geen witte pixels niet meer zijn. Nu, heel die verdeling van die histogram is ook wel grotendeels afhankelijk van de kleuren in je foto, hoor. Want als je een foto hebt met heel veel witte delen, dan gaan er natuurlijk automatisch ook veel meer witte pixels zijn. Dus je moet zo'n histogram altijd gaan beoordelen terwijl je de foto ziet. En dan 3 stops. Dus dan zitten we hier al op de schaal dat we hier tot de min 3 gegaan zijn. En verder kan dit niet tonen. Dan heb je eigenlijk een foto die zo fel, zo donker staat. Als ik nu terug naar 0 stops ga, dus dit was goed belicht. Als we nu gaan overbelichten, dus daarnet werd alles donker. Als we nu 1 stop overbelichten, dan zie je dat haar gezicht veel lichter toont dan in werkelijkheid is. En je ziet dan die pixels ook opschuiven naar het witte gedeelte. Maar je ziet daar dat haar gezicht veel te fel staat, veel te licht staat. En dan gaan we naar 2 stops. Dan zie je zelf bijna alleen nog maar wit en 3 stops. Voilà, dan heb je eigenlijk bijna. Kijk, als ik nog verder overdrijf, dan ga je op den duur gewoon uitkomen. Kijk, nu heb je bijna een volledig wit beeld. We gaan even, dit is de normale belichting. Dus je was nog niet gecorrigeerd hier, maar ik kon hier aan de grafiek al zien dat we hier een goede verdeling hadden van de pixels. En we gaan hem printen, hè. Dus ik heb hem al goed gezet qua belichting. Dat is hier in de Develop tab. In de print tab krijg ik hem nu te zien op een blad papier A4. Ik heb alleen maar mijn Canon MX710 series is een printer die ik heb die foto's kan printen. Dat is een gewone inkjetprint, dat is geen speciale printer. Maar voor een foto steek ik daar dan fotopapier in en dan krijg je toch redelijke kwaliteit. Stella, kom eens kijken, is het goed zo? Ja, ik mag het niet zo Ah, maar zien. we kunnen het eigenlijk laten zien op. Ik heb een voorbeeldje, wacht. Dit is een voorbeeld van een foto die we zo met de Canon printer geprint hebben. Dit is nu zwart-wit. Ja, ik ga die gewoon zo printen. Dus als je dan hier naar printer. Dus dat zijn uw instellingen van uw printer, echt. Ik ga die aanpassen naar kleur. Dus hier bij mediatype kan ik foto selecteren. Voilà, dus ik heb gewoon kleur, de maximum kwaliteit en fotopapier.
Eigenlijk moet je, om goed te zijn, moet je ook nog je printer kalibreren, je scherm kalibreren, dat soort dingen. Je juiste, eigenlijk moet je hier zelf een printerprofiel gaan kiezen. Dat heel specifiek voor je printer gemaakt is. En dat gaat dan vooral over de kleurafhandeling. En dit is het fotopapier dat ik gebruik. Schoon Kodak fotopapier. De opdracht is al verstuurd, dus ik denk dat hem gaat beginnen. Normaal moet die klep gewoon open schieten. En omdat er papier zit van achter, gaat hem dat papier. En neemt dat papier voor op het gewoon papier dat van onder zit. Ah, kijk, is vertrokken. Ja, dat gaat even duren. Dat is een plaag van de digitale fotografie. Dat je dus eigenlijk, vroeger had je een rolletje, je bracht dat binnen bij de fotograaf als je het niet zelf ontwikkelde. En als je het zelf ontwikkelde, dan maakte je eigenlijk een contactsheet. En dan had je dus van elke foto, van elk frame, op één vel papier, had je dan een kleine afdruk. Waarop je dan met de loep kon kijken. Om te zien welke foto's je kon vergroten. En als je je foto's niet zelf ontwikkelde, dan deed je dat binnen bij de fotograaf. Liet je je filmpje ontwikkelen. En meestal deed je dan 9, 13 of 10, 15 foto's erbij ook. Omdat de meerprijs van al de foto's geprint gewoon zodanig klein was. Of had ook kleinere formaten van foto's. Die ook als proef of zo'n proefcontact sheet dinges kon eigenlijk ook laten maken bij de fotograaf. Taartje. Heel mooi. Taartje. Lekker. Taartje moet het opeten, dat is het. Ja, dat wil ik wel. Okay. Maar nu met digitale fotografie heb je al je foto's online staan en zijn er. Heb je wel van die service waarbij dat je kunt een volledig album afdrukken, maar dat is nog niet hetzelfde als elke foto hebben. En dan een album nemen en dan de beste foto's erin plakken. Wat dat er vroeger eigenlijk gebeurde. Ik denk dat hem ondertussen bezig is. Ah ja, en die foto is trouwens ook met die lens gemaakt. Die 18mm lens. Ik heb hem al wat meer gebruikt ondertussen. En qua beeldkwaliteit vind ik hem nog altijd super. Ik vind nog altijd... Qua scherpte is het wel een echte goede lens, dat ligt niet aan die lens. Het is zeker als je de zonnekap eraf neemt, is het een heel compacte lens. Zo. En dan het enige echte na, dus je hebt F2, heel, heel licht sterk. Je hebt nog een diafragma ring. En een focusring, dus ondanks dat hem zo compact is, heb je toch volledige manuele controle. Maar het grote nadeel is wel echt, er zijn eigenlijk twee grote nadelen. Dat geluid bij de autofocus. Ik ga dat proberen laten horen. Oh ja, je wil niet omdat er geen kaarten zit. Ik heb die functie ooit eens opgezet, omdat ik eens gaan fotograferen was en mijn kaart vergeten was. En dan had ik eigenlijk ik had eigenlijk bijna niet gezien of pas halverwege gezien dat ik geen foto's had, omdat de camera wel gewoon bleef werken zonder dat er een kaartje in zit. Dus nu heb ik dat ingesteld dat hij zonder kaartje niet fotografeert. Kijk maar, hoor het al, hè. Een heel luidruchtige camera of lens beter om scherp te stellen. Plus dat hem ook niet super snel is. Zeker als je dat met die F2 lenzen vergelijkt. Hier ligt zo ene. Dat is zo'n F2 lens. Die is nu ook aan het scherp staan. Dus dat is zoveel sneller en zoveel stiller. Dus dat geluid is een groot nadeel, plus ook een groot nadeel is de prijs. Hè. Ik heb hem nu voor 200 kunnen kopen, nieuw, maar normaal gezien kost hij dus 500 euro. Denk ik. De adviesprijs is nog altijd iets van 500 euro.
Wat ik wel veel geld vind voor een lens met zo'n verouderd focussysteem. Maar we moeten het voor de foto's doen natuurlijk. Ik heb ondertussen hier de foto uit de printer gehaald, het is klaar. Maar u weet dat ik zei dat de inkt eigenlijk zo goed als allemaal op was. Het resultaat is... Wacht, ik ga hem even omdraaien. Het resultaat is dan ook niet zo waaruit ze terug wat de kleur betreft. Het is precies een Instagram filter. Stella, kom eens kijken. En? Is het in orde? Dat is goed genoeg. Het is een beetje een rare kleur, hè? Ja, welke kleur is dat, denk ik? Het is omdat de inkt van de printer was op. Niet alle kleuren waren er nog in de printer. Maar welke kleuren waren er eigenlijk? Ja, ik weet niet, de meeste waren op. Maar welke waren dat? Welke waren de meeste? Eigenlijk het geel. Blauw was er nog wel, precies. Ja. Rood zou er ook nog wissen, maar ik denk dat geel bijvoorbeeld op was. We zullen een keer andere inkt kopen. Hè? Ja, maar welke inkt is het? Ik denk dat we die gele onder andere moeten bijkopen.